Bradley van der Velde, je bent gekwalificeerd voor Lakeside. Hoe voelt dat? Dat voelt heel erg lekker. Ja. Ja, de afgelopen dagen hier op de World Masters, ook de World Open, sta je al enorm goed te gooien. Had je dat verwacht dat dat in je zat? Eigenlijk niet, nee. Maar ja, het voelt gewoon heel lekker en zo, ja. En het valt allemaal, ja. Kan je iets over jezelf vertellen? Want volgens mij, je bent pas 14 jaar als ik het heb gehoord. Wanneer ben je met darten begonnen? Ja, rond 2 jaar geleden of zo. En het begon allemaal bij Open Rotterdam. Toen was ik nog klein, werk derde. Ja, en daar begon het allemaal. En natuurlijk door mijn ouders en zo. Dus dat is mooi. En wat nu? Je gaat een ticket boeken naar Engeland, denk ik. Wie neem je mee? Je ouders neem ik aan. Maar ik zag net, ze keken naar de wedstrijd. Er stonden, weet ik veel, 20 man al om voor je te juichen. Ja. Ja, ik neem zoveel mogelijk mee wie ik mee kan nemen. En hopen dat ik daar ook mijn best kan doen. Ja. En kan laten zien. 14 jaar ben je pas. Wat is je ultieme droom? Ja, darter worden eigenlijk, hè. Naar de PDC toe. Dat is mijn droom eigenlijk. Dan hopelijk dat we over 10 jaar of zo, 5 jaar spreken je alweer. Maar eerst succes op Lakeside binnenkort. Dankjewel.